Betere huisvesting voor universiteitsstudenten. Zevende editie van Suriname Heritage Festival krijgt internationaal karakter. En verschillende Latijns-Amerikaanse landen veroordelen aanval op Syrië. Goedenavond, dames en heren. Het STVS-journaal op zondag 15 april. Het hoger onderwijs geniet ook aandacht van minister Lilian Verrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Zo zal onder meer de huisvesting van universiteitsstudenten op het universiteitscomplex worden aangepakt. Dit benadrukte zij in haar maiden speech in de Nationale Assemblée. Daarnaast noemde zij andere belangrijke prioriteitsgebieden op voor haar ministerie. Waar ook een uniek initiatief is, waar onze aanstaande universiteitsstudenten zullen worden ondergebracht al vanaf oktober. Dat zijn dingen die nooit eerder gerealiseerd zijn. Dus, en het beroepsonderwijs is ook hoge prioriteit, omdat daar de leningen mee gepaard gaan. De continuïteit binnen het onderwijsproces, niet alleen wat het proces zelf betreft, maar ook wat de curricula betreft. We hebben verschillende leningen lopen, grote leningen van de American Development Bank, van de Caribbean Development Bank, de Islamic Development Bank. En het is dus heel erg nodig dat alles wat met financiën te maken heeft op het ministerie nauwkeurig gemonitord wordt. Ten einde ontwikkelingskansen voor kinderen te garanderen, heeft Verrier ook aangegeven dat een wet basisonderwijs binnenkort wordt aangeboden aan het parlement. Volgens de ondervoorzitter van de Nationale Assemblée, Melvin Bouva, zal voortvarend gewerkt worden aan de goedkeuring nadat de wet officieel is aangeboden. De leiding van het parlement heeft onderhands de conceptwet, dus niet het parlement nog. Daar kijken we naar uit. Omdat we het ook belangrijk vinden dat de wetten, en u noemt de wet op het basisonderwijs, als basis dat dit jaar wordt afgewikkeld. Dus we kijken ernaar, we willen met u samen harder aan trekken. En we kijken uit dat die wetten ook officieel aan het parlement worden aangeboden. Dan zullen we het met heel veel moed en heel veel stootkracht erdoor krijgen, omdat we het ook belangrijk vinden. En met het volgende bericht zien we dat de zevende editie van het Suriname Heritage Festival een internationaal karakter heeft. In samenwerking met de Federatie van Beeldende Kunst in Suriname is een Impulse Visual Arts Festival georganiseerd. Dit project houdt in dat Surinaamse kunstenaars samen met hun Duitse collega's een openluchtexpositie houden. Tijdens deze openluchtexpositie in Fort Nieuw Amsterdam zijn er 10 kolossale kunstwerken te zien. Dit is onderdeel van een kunstuitwisselingsprogramma tussen Suriname en Duitsland, waarbij kunstenaars van elkaars cultuur leren. Volgens kunstenaar George Struikelblok, voorzitter van de Federatie van Beeldende Kunst in Suriname, staat dit programma in lijn met de oorspronkelijke gedachte van het Suriname Heritage Festival. Dus we willen dan zoveel mogelijk promoting aangeven, dat mensen komen kijken en zelf kunstenaars en mensen, toeristen, iedereen moet komen kijken wat voor insteek de Duitsers hebben gegeven, zodat wij ook aan onze creativiteit kunnen gaan werken en zeggen van we kunnen ook bijzondere grote werken maken. Het Suriname Heritage Festival werd toen geïntroduceerd om een derde toeristisch seizoen te creëren, met als optie extra aandacht te geven aan het Surinaams cultureel erfgoed. Volgens Sherida Mormon, voorzitter van het Suriname Heritage Festival, past de opzet van het kunstuitwisselingsprogramma geheel in het voornemen om dit evenement te laten uitgroeien tot een Caribisch volksfeest. Dus de participatie van hun erbij, of althans we hebben samen dit gedaan, krijgt die internationaal karakter. Maar tegelijkertijd is het ook dat je maakt reclame op Facebook, op internet enzovoort. En ik zal u zeggen, eigenlijk werden we in januari het eerst gebeld door Caribbean Airlines. En die zegt van, hey, you have a heritage festival, can I have information? Nou, dat was voor ons wel
een goed gevoel, hè? Van als een Caribbean airline je belt, dan is het wel heel erg interessant. Ja, ja, ja. Na de officiële opening van het evenement kreeg vicepresident Ashwin Adin een presentatie van de kunstwerken. Deze kunstwerken worden een jaar lang tentoongesteld in het Openluchtmuseum Fort New Amsterdam. Aan een groep van 28 kleine pluimvee, ofwel kippenkwekers, is onlangs een certificaat uitgereikt. Het was de eerste keer dat Stichting Pluimvee Kwekers Collectief Suriname, afgekort PKS, een training heeft verzorgd. Ellen Narendorp, oprichter van de stichting, noemt het een toeval dat er juist een dag voor de geplande certificaatuitreiking een wet is aangenomen in de Nationale Assemblée die de stichting nodig heeft. Ze legt verder uit wat de bijdrage van haar stichting zal zijn. Nou, dat is echt toevallig. Wij hebben in mind om 6 van deze cursussen in een jaar te geven. En niet zomaar, omdat we een projectdossier hebben geschreven waarin we zeggen dat we 300 boeren op zijn plaats willen krijgen als kweker. En die 300 boeren moeten ergens vandaan komen. We hebben gekeken en we hebben gezegd als we 200 bestaande boeren helpen opkrikken en in ons kweekprotocol krijgen, ons keurmerk, en nieuwe boeren direct 100 begeleiden in ons kweekprotocol, kan het een impact hebben op de Surinaamse pluimveesector en kunnen we, laten zeggen, behoorlijk wat kip produceren. Voor de certificaatuitreiking hield Narendorp een presentatie over PKS, waarbij zij breedvoerig is ingegaan op het stappenplan dat gehanteerd zal worden om de kwekers te ondersteunen. De presentatie bevatte niet alleen ondersteuningselementen, maar ook aanmoedigingen. Zij benadrukte ook dat de kwekers zich verder moeten blijven ontwikkelen. Onder de genodigden bevond zich ook DNA-lid Jennifer Vreedzaam, een van de leden die heeft gepleit voor aanname van de wet. Zij sprak de cursisten bemoedigend toe en gaf het volgende mee in het interview. Nou, ik vind het heel fantastisch. We hebben nauwelijks 24 uur hebben we de wet aangenomen en we zien al dat er is nagedacht over hoe wij onze pluimveesector kunnen opvoeren, hoe we de mensen bij elkaar kunnen krijgen. En ik ben heel blij dat de stichting collectief pluimveesector, dat die het initiatief heeft genomen om de mensen bij elkaar te brengen. En het is heel belangrijk, omdat willen we inderdaad gaan naar het upgraden van die sector, het versterken van die sector en inderdaad naar die 60% behoefte van die samenleving met lokaal kip, dan denk ik dat dit de eerste aanzet is. U heeft gezien, het is een hele stappenplan, het is een hele begeleidingsplan eigenlijk. En het is heel belangrijk, omdat de kleine kwekers met een heleboel problemen worden geconfronteerd. Met de kosten van voer, de opslagkosten, de slachtkosten, de verwerkingskosten. Alles dat eigenlijk niet aanwezig is. Dus ik ben heel blij met het collectief. En dat er een aanvang is gemaakt, een aanzet wordt gegeven. Dat inderdaad door samen te werken, door met begeleiding en die transparantie, dat we verder kunnen gaan om die pluimveesector te versterken. Voor de Stichting Pluimvee Kwekers Collectief Suriname is het bijzonder dat de training van start is gegaan met 28 deelnemers en ook is geëindigd met hetzelfde aantal personen. Dit geeft volgens hen aan dat ondersteuning daadwerkelijk nodig is en er dus ook belangstelling is voor de kipkwekerij in Suriname. 2 van de gecertificeerden reageerden als volgt. Het is een hele rijke cursus voor me geweest. En in mijn carrière heb ik ook iets belangrijks geleerd. Dat zonder een certificaat kan je nergens in het wereld gaan om door te gaan met wat je wil bereiken in het doel van het leven. Ik ben van plan om door te gaan om een goede bedrijf op te zetten met KPS'en onder het vlag van KPS door te gaan. Ja, mijn
vorige branche, mijn branche is eigenlijk cosmetica en zaagkippenkweker is dan mijn nieuwe branche. En het is wel intensief, maar ik ga wel positiever voor om toch een gezond vlees voor de Surinaamse bevolking te leveren. En ja, ik ga er toch positiever voor. En volksvertegenwoordiger Kesho Prasad Gangaram Pandey heeft alle vertrouwen in de nieuwe minister van Justitie en Politie, Stuart Gedrouw. Het DNA-lid zegt geen twijfels te hebben over de competenties van de bewindsman. Gedrouw, die zelf politieman was, zal zeker in staat zijn om een goede job te doen, meent Gangaram Pandey. Over minister Ferdinand Welzijn, die waarnam op Jospol, zegt het DNA-lid dat die zich ook van zijn beste zijde heeft laten zien. Nou, zeer positief. Het ministerie van Justitie en Politie was, ondanks het feit dat we geen vaste minister hadden, niet stuurloos. Toch? De minister had twee ministeries onder zich, maar hij heeft goed van zijn taken geweten. De minister had zijn staf ook en die werkte ook naar een bepaalde situatie waarbij we kunnen zeggen, hij werkte naar meer veiligheid voor de samenleving. Het is niet wat het wezen moet, tot dit moment niet. De huidige minister is aangetreden, net enkele dagen, en heeft aangegeven dat dat ook op zijn bord ligt. Het is een der prioriteiten van de minister. En je ziet dat hij uit het ministerie komt, hij kent de klappen van de zweep, hij kent het ministerie, hij kent het korps van politie goed, hij kent die samenleving, hij heeft ook als buurtmanager gediend. Zo, in de beginfase, hij is een der eerste personen die aan de slag is gegaan. Later heeft hij afgehakt, hij had andere werkzaamheden uit te voeren. Maar is een minister die de zaken kent. Dus laten we die ondersteuning geven. Het is on hands on deck. Ik hoop dat de oppositie ook op één lijn zal zijn. We moeten die samenleving niet opjutten met criminaliteit, is hoogcriminaliteit is ook. Laten we samen kijken. Dan geldt het niet alleen voor de oppositie hoor, geldt voor velen. Op dit moment is de criminaliteitsbestrijding een belangrijk aandachtspunt. Minister Gedrouw heeft al aangegeven dat hij zich zal inzetten om het veiligheidsgevoel terug te brengen in de samenleving. Kesho Prasad Gangaram Pandey zegt dat hij niet twijfelt aan die toezegging. Echter is de parlementariër van mening dat de bijdrage van de gemeenschap ook gewenst is in deze. Zonder de burgerij zullen het ministerie en de politie geen successen kunnen boeken in hun missie, benadrukt Gangaram Pandey. Waar de problemen zijn en hoe we die kunnen oplossen. Het is on hands on deck. Samen moeten we het doen met die organisaties die er zijn. Organisaties die met veiligheid ook belast zijn. Bijvoorbeeld die bewakingbedrijven, die surveillancebedrijven. Die mensen die werkzaamheden uitvoeren in bepaalde wijken voor aangewezen personen die hun betalen. Laten we samen kijken. Ik heb ook in het parlement gezegd, laten we als buurt in een appgroep verbonden zijn. Het werkt zeer positief. Maar hoe veilig is een appgroep? Want je weet ook niet wie er allemaal daar binnen zit. Nee, een appgroep ga je niet zo samenstellen. Je moet weten wie erin komt. Je hebt een bediener, toch? Je hebt iemand die erover gaat. En dan moet je weten met wie je in appgroep... Misschien je buurman kan je niet, want daar zijn er criminelen. Dan moet je met hem niet in een appgroep gaan. Maar hoe kom je daarachter dan? Buurtgebonden politiezorg. Je moet je buurt kennen. Je moet weten met wie je contacten houdt. Je moet weten wie je in het oog moet houden. Toch? Mensen weten precies wanneer je thuis bent, wanneer je niet. Je buren. En soms geven zij die zijn door naar die criminelen. Ook daarvan moet je op de hoogte zijn. En de politie, de buurtmanager, heeft een wezenlijke taak in deze. Om die buurtgebonden zorg hoog te laten vieren binnen die gemeenschap, binnen die buurt. En zodoende moeten we de criminaliteit aanpakken, de pakkans vergroten en proberen Suriname veiliger te maken. Tot zover het DNA-lid Gangaram Pandey. Een wens van bewoners in La Vigilancia om gezondheidsvoorlichting in het resort te geven, is in vervulling gegaan. Lions Club Para heeft gisteren een gezondheidsbeurs georganiseerd. Lucia Balker, president van Lions Club Para, zegt dat de vraag groot was. Volgens haar is het goed om te weten hoe het gesteld is met de gezondheidssituatie in verschillende buurten. De verkregen medische informatie zal verwerkt worden in een rapport
ten behoeve van belanghebbenden. De data verwerken wij voor onze gegevens en dat weten we dus eigenlijk precies. We gaan met de stakeholders gaan we dus aan tafel zitten. En dan gaan wij op een gegeven moment de analyse maken van wat de klachten, wat de bevindingen zijn. En van daaruit wordt er een rapport samengesteld. Voor bloeddrukmetingen, glucose- en gebitscontroles tot uitstrijkjes konden de bewoners van La Vigilancia gisteren terecht op de gezondheidsbeurs geheel gratis. De club wil met deze stap preventief werken, zegt Carlos dos Ramos, vice-president van Lions Para. De verkregen informatie zal besproken worden met plaatselijke artsen. We geven de mensen ook voorlichting om te gaan, als er ziektes zijn, om te gaan naar hun huisarts. En want we hebben ook goede contact hier met de RGD-arts en de particuliere artsen. Dus die gegevens worden dan ook doorgespeeld naar de artsen ter plekke. Sheikh Habib, arts in het gebied, vindt het op zijn plaats dat de club deze beurs heeft georganiseerd. Het uitwisselen van gezondheidsinformatie is een goede strategie om te zorgen voor een gezonde gemeenschap. Natuurlijk moeten we de data ook krijgen, zodat we dan ook kunnen analyseren van wat er uit de bus is gekomen en hoe we dan verder kunnen inspelen op eventuele afwijkingen en dat we dat ook kunnen behandelen, tijdig kunnen behandelen. Vooral als je kijkt naar het uitstrijkje, dat is belangrijk voor de vrouwen, want hoe eerder je iets ontdekt, hoe beter je kan behandelen. Ja. Dus preventie is altijd belangrijk. Ja. En het laatste nationaal bericht vertelt ons dat sporten een belangrijk onderdeel van het leven is. DNA-lid Naomi Samidin van Saramaka heeft daarom gemeend om in verband met haar 35e verjaardag in plaats van een feest een sportdag te organiseren voor de bewoners van Saramaka. Deze dag was ook bedoeld ter afsluiting van de paasvakantie. Samidin heeft gemerkt dat er potentie is in de sport. Ja, heel erg tevreden. En weet u, het geeft een voldaan gevoel als je merkt van, hey, je ziet blijde gezichten. Niet alleen van de kinderen, maar ook van de ouders, de jeugdigen die eindelijk weer een break krijgen om te spelen. En kijk, dit geeft ons alleen, dit evenement geeft eigenlijk alleen maar aan dat er ook in het sport potentie is. We praten veel al van sportactiviteiten, maar we concentreren ons op voetbal meer, voetbal. We zien bijvoorbeeld dat er nu 7 dames ploegen zijn voor slagbal. Dus hierna zijn we vastbesloten om een competitie te draaien wederom in Saramaka. Na een aantal jaren. Dus het is een mooie aanzet om het sportgebeuren in Saramaka ook op andere gebieden of andere takken van sport op te pakken. Er werden verschillende takken van sport uitgeoefend, met name slagbal, met teams uit haast alle hoeken van het district. Op het aangelegde kunstveld is er gevoetbald en ook de volleyballers waren actief bezig. Samidin geeft aan het niet zal blijven bij een eendaagse activiteit. Ja, natuurlijk hopen we dat het niet bij één evenement blijft. We hebben de smaak goed te pakken. En als de groepen zich blijven aanmelden, dan kunnen we dit vaker doen. Het hoeft niet alleen bij een eendaagse toernooi te blijven, maar dat we een jeugdcompetitie afdraaien bijvoorbeeld. Tegenwoordig hebben we alleen die seniorencompetitie hier in het stadion, maar ook de jeugdigen, voor hen zou het goed zijn. We hebben dat liever in plaats van dat ze op de hoeken van de straten blijven. We willen ze van de straat houden, maar willen ze ook iets te bieden geven. En dat is door middel van recreatie. Dit is een mooie aanzet. Ik kan het niet alleen. We hebben een team dat bezig is geweest om dit op te zetten. Dus als we dat smaak, en ik denk dat ik al kan praten van een geslaagde sportdag. En als de teams zich blijven aanmelden, willen we dit wel op regelmatige basis doen, ja. Voor de kinderen waren er verschillende attracties. Er werd geschminkt en ze mochten smullen van popcorn en schaafijs. Minister Lalini Gopal van Sport en Jeugdzaken, als ook minister Mike Noorsalim van Binnenlandse Zaken waren aanwezig. Ondanks de regen werd het sporten niet onderbroken. Tot zover het Nationaal Nieuws. Bedankt voor het kijken. Goedenavond.